Blok, blog, blok, blok. Vlog 4. Vandaag is het rot weer. We zijn wel op weg, hè? Cultuurlandschap. Op weg naar cultuurlandschap. En dat is niet moeilijk, hè? Dat vinden we overal. Mensen blijven dingen veranderen. Ben je aan het filmen? Ja. Vlog nummer 4. Here we go. We moeten even keren, jij bent vast, hè? Gaan we goed vast? Ja. Het is echt rot weer, we mogen niet hier naar beneden vallen. Vandaag gaan we het landschap bekijken en het landschap... Ja, sorry voor die piep, dat is achter een rijdingetje. Ah, daar komt een auto aan. Ah, daar komt een auto aan, hele fietsen en iedereen op wacht op ons. Dankjewel meneer. Vandaag gaan we het hebben over cultuurlandschap. Landschap gemaakt door mensen. De tijd voor jagers, de verzamelaars. Daar vlak na kwamen de boeren. Die mensen gingen denken van, hey, we kunnen wel... Wel blijven. Dat is voor. Na de tijd van jagers en verzamelaars kwamen de boeren. De boeren kwamen, die bleven op één vaste plek. Jagers en verzamelaars gingen nog gewoon rond en die kozen gewoon een plekje waar te eten was. Maar boeren niet, hè. Boeren die gingen echt vandoor met. Die hadden echt. Boeren niet, dat wil ik zeggen. Die maakten boerderijtjes en bleef op één vaste plek. Ja, zo was het eigenlijk. Eén vaste plek. En eigenlijk is dat vandaag de dag nog steeds zo. Dit hier is de Haastrechtse molen. Die molen doet nog steeds, die doet nog steeds dienst. En die molen is bijzonder krachtig. Die kan 40.000 liter water per minuut uitslaan. Dat is ongelooflijk, hè. En daarmee zorgt hij ervoor dat... dat het hoog- en laagwater, dat we geen problemen krijgen, dat die boerderijtjes niet helemaal onder water komen te staan. Die molen is in 1862 gebouwd. Als je snel uitrekent, is dat heel veel jaren geleden. En die bestaat dus nog steeds en werkt nog steeds. De Haastrechtse molen is het dus. Ja. La 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 la. Kijk, en als je het over cultuurlandschap hebt, dan vind ik dit altijd wel mooi, hè? Dus dit vind ik echt altijd prachtig. Kijk. In de natuur gewoon een riviertje. Maar wij als mensen zijn dan weer dan niet tevreden mee. Want dit stukje rivier ligt gewoon een heel stuk lager dan dit riviertje. En om daar nou toch een goede verbinding te maken, hebben we een sluisje gebouwd. En dan komt er een bootje tussendoor. En de bootje dat kan hier aanleggen. Een van die bootjes komt aanvaren. Die wacht tot het water omhoog gaat. Als je deze poort openzet. En dan kan je doorvaren. En zo zie je dat de mensen alles zelf hebben aangepast. Alles veranderen. Deden ze zelfs, om zelf droog te blijven, moesten ze hun huisjes dus wat hoger neerzetten of de dijkjes omheen bouwen. En dat huisje hoger neerzetten, dat is helemaal mooi. Dat deden ze met terpen. Terpen vind je voornamelijk in Friesland en Groningen. En toen de Romein Gaius Plinius Secundus in het jaar 47 deelnam aan een kruistocht tegen de Friezen, kwam hij die terpen tegen. En wat hij daar zag, verbaasde hem. Hij heeft geschreven, daar leeft het arme volk op hoge heuvels, die zij eigenhandig hebben opgeworpen tot boven de hoogste vloedlijn. Daarop hebben ze hun hutten gebouwd. En als het water het omringende gebied bedekt, zijn het net opvarenden van een schip. En wat hij ook vreemd vond, was dat deze Friezen zeiden slaven te worden, wanneer ze door het Romeinse volk zouden worden overwonnen. Slaven! Hij dacht, hè, ze leven op die gekke, kleine eilandjes. Ze kunnen veel beter krijgen. Ja, dit stukje grond kan je kopen. En ook hier wordt dus weer een huisje opgebouwd. Ook weer door mensen veranderd. En als je verder... Hier lopen we op een dijkje. Dat kan je al zien aan dat huisje erachter. Dat ligt echt een stuk lager. En hier ook? Dit ligt helemaal weer een stuk lager. En daar rijdt iemand. Die rijdt ook weer op het dijk. En het landschap daarachter ligt nog een stuk lager. Allemaal door mensen aangelegd. Allemaal cultuurlandschap. Ooit eens begonnen... Ja. Bij de allereerste mensen die op een vaste plek gingen wonen. De boeren dus.